Ronde 1. Ja, dames en heren, dit verdient nog even wat uitleg. Het verzoek, ja, inderdaad. Ja, dames en heren, er is de deelnemer in de rode hoek is door een onopzettelijke actie in de kruis, waardoor hij niet meer verder kan. En dat is natuurlijk niet opzettelijk gebeurd. De uitslag is bij deze no contest, dus dat betekent dat er geen winnaar is. Dus no contest bij deze, er is ook geen bekeruitreiking. Dus ze zullen ongetwijfeld opnieuw een keer moeten gaan knokken. Maar voor nu is de uitslag no contest.